Nu op de pauzeknop drukken betekent niet dat we 5 jaar vertraging oplopen. Het nieuw te vormen burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek wil dat de gemeenteraad nu op de pauzeknop drukt rondom de ontwikkeling van een tweede tranche aan zonneparken. Volgens het initiatief is de pauze nodig omdat er nog veel onduidelijkheid is omtrent het opwekken van de benodigde 1,35 terawatt. Wat dat precies inhoudt in termen van hoeveel windmolens en hoeveel zonnepanelen hebben we dan nodig voor de gemeente Oude IJsselstreek, die berekening die is bij ons niet bekend en die hebben we ook niet kunnen herreproduceren. Wat we niet willen is nu al committeren aan beslissingen die 30 jaar invloed hebben en die eigenlijk de laatste stap zijn in de zolderladder die je zou willen maken. En wat we willen is samen met elkaar begrijpen wat zijn de opties die we hebben, die gaan onderzoeken met elkaar en op basis van het doorlopen van die stappen uiteindelijk tot de conclusie komen, hoe gaan we de energie die we met z'n allen nodig hebben, hoe gaan we die op een duurzame manier opwekken? De 19 organisaties die samen het burgerinitiatief vormen storen zich aan de gebrekkige communicatie rondom de beoogde zonneparken. Ook het feit dat sommige parken door buitenlandse partijen met Nederlandse subsidie gebouwd worden is tegen het zere been van het initiatief. Dat zou je kunnen voorkomen door gewoon zelf een corporatie te vormen, samen met al die partijen. We doen dan zelf die investering om die zonneparken uiteindelijk of windmolens te krijgen of zonnepanelen op daken. En dan zijn de revenuen ook voor de omgeving. Dus dan kunnen we dat weer teruggeven aan de maatschappij. En dan kunnen we bijvoorbeeld volkstuinen neerzetten of we kunnen biodiversiteit stimuleren. En dat gaat dan om serieus geld, want een zonnepaneel is nog steeds een zeer rendabele investering. Volgens Schuurman gaat het om een flink bedrag dat opgehaald kan worden met de zonneparken. Uiteindelijk horen wij bedragen, en ik kan het nogmaals niet helemaal narekenen, dat een zonnepark van bij wijze van spreken 20 hectare miljoenen euro's oplevert. Dus wij kunnen die miljoenen euro's ook weer terug laten vloeien in de samenleving. Vrijwel alle raadsfracties in Oude IJsselstreek gaven aan het burgerinitiatief een interessante optie te vinden. Een motie van Pro om de ontwikkeling van de tweede tranche per direct te pauzeren haalde afgelopen week echter geen meerderheid. En die pauze is volgens de Voert wel nodig. Dan gaan we het burgerinitiatief opstarten en dan gaan we in gesprek. En dan gaan we samen dat begrip opbouwen en gaan we samen die stappen van de zonneladder doorlopen. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat we nu stappen ondernemen die we begrijpen met elkaar. En dat mensen niet worden overvallen en dat we geen dingen doen waar we later spijt van krijgen.